Een heel belangrijke handtekening natuurlijk. En waarom? Dat heeft ermee te maken dat ik hier twee heel belangrijke dingen samen zie gaan. Je hebt het belang van de individuele mens, die gewoon op zoek is naar werk, maar ook wel afstand ervaart naar die arbeidsmarkt. Maar de andere kant is ook dat je de werkgever hebt die gewoon heel erg verlegen zit om arbeid. Die wil gewoon mensen hebben en er is een enorme schaarste op de arbeidsmarkt. En het bijzondere van die handtekening die we vandaag gaan zetten is dat het samenkomt. En dat we daar ook een onderliggende juridisch document bij maken van oké, wij gaan samenwerken. En dat is best bijzonder dat dat op deze manier vormgegeven is. Nou, we zijn vandaag hier om een kijkje te nemen in een project van Meldon. Waar de gemeente samen met het UWV een project draait om werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer nieuwe kansen te bieden. Ik heb hier vanaf 1 juli begonnen. En nu werk ik als voorman voor vrouw. En ik ga vanaf in september mijn opleiding bij PSW begonnen. Meldon heeft heel veel waarde aan duurzaam ondernemen. En Meldon wil ook graag zijn continuïteit in de toekomst borgen. En hier met dit project komen eigenlijk twee dingen heel goed samen. We hebben te maken met een krapte op de arbeidsmarkt, waardoor we steeds moeilijker aan personeel kunnen komen. En daarbij was het idee samen met de partners ontstaan, maar er is een heel groot potentieel in de arbeidsmarkt nog aanwezig, alleen dient die samen nog geactiveerd te worden. En dat zijn dus de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, op dit moment hebben we in Bergen zo rond de 160, 170 mensen met een bijstandsuitkering. Die zijn allemaal wel voor een stukje op weg naar werk, maar niet iedereen zit in een fase dat op dat moment of op dit moment al meteen haalbaar is. Mensen zitten nog in ontwikkeling, zitten nog soms in oriëntatie. Soms is de situatie ook zodanig dat het gewoon weg op dit moment nog niet kan. Maar er zijn altijd mensen in het bestand die wel kunnen en die ook graag willen. En dan is het voor ons juist belangrijk om lokaal, in dit geval bij de Meldon hier in Bergen, ook een passend aanbod te hebben. Ik denk dat je hier echt moet spreken van maatwerk. Maar eigenlijk is elke bemiddeling naar werk is tegenwoordig maatwerk. Vroeger probeerden we alles te standaardiseren. Hier hebben we vandaag gezien dat je eigenlijk niks kunt standaardiseren. Dat je afhankelijk bent van de kwaliteit van de mensen. En hier zie je dat elk mens zijn eigen kracht heeft. Verwacht u met alle perikelen rondom de spreidingswet dat er zeg maar meer, dat we meer nieuwe burgers in de regio krijgen, dat u straks nog meer gebruik van zo'n regeling moet gaan maken? Ik verwacht dat, maar ik hoop dat ook. Want er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Dus ieder mens telt mee en is belangrijk voor de economie in Nederland. Maar in het algemeen zie je gewoon de schaarste op de arbeidsmarkt. De schaarste gezien vanuit werkgevers. Maar ook het aantal mensen wat een afstand ervaart tot de arbeidsmarkt. Ja, dat blijft toch wel een ding de komende tijd. En inderdaad, dat is onder andere doordat er gewoon een hoge instroom is van nieuwe inwoners van Nederland. En daardoor zijn dit soort voorbeelden zoals we dat hier in Bergen doen, ja, die zullen bepalend zijn voor de toekomst. Dat hoor ik nu ook vandaag terug. Hè. De regio kijkt met heel veel interesse naar hoe wij dat hier in Bergen met Meldon samen geregeld hebben. Hoe belangrijk is de handtekening van vandaag? Heel belangrijk. Het is natuurlijk een mooi moment dat je met elkaar nu hetgeen waar je eigenlijk al een hele tijd met de betrokken partijen aan het werken bent, dat je dat ook met elkaar verzegelt. En de uitgangspunten die we met elkaar hebben afgesproken, dat die nou ook vastgelegd zijn. Deze handtekening is heel erg belangrijk, want dat betekent dat Meldon samen met een aantal overheidsinstanties en PSW zich verbindt aan het werk helpen van mensen die voorheen gewoon niet aan het werk kwamen. Ja, die is heel belangrijk om samen te bezegelen wat we hebben afgesproken en om ook naar elkaar uit te spreken en te laten zien dat we vertrouwen hebben in dit project en niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Maasduinen Centraal, nieuws uit eigen regio.